Daar komt de hoekschop. Ik zei het al in de 18e minuut bij een stand van 0-0. Komt die Pelle met een kop op de Vrij. De goal! Jawel! Stefan de Vrij! Uitgerekend hij! De man die bekritiseerd werd, scoort! Snoert iedereen de mond! Pelle wil de bal hebben. Hij gaat naar Armenteros. Moet hij hem maar voorgeven. Komt er wel voor. Pelle! Ja! 0-2! Graziano Pelle! Geeft hem aan Armenteros. Armenteros, Nelon, prima gedaan. De back mee naar voren. Hij heeft ruimte. Links van het 16 meter. Wie moet de bal voorgeven? Pelle! Oh! Veldhuis houdt hem tegen! Wat een prima voorzet van die Nelom, zeg. Echt prima gedaan. Die wormt zich langs de Vrij. Die kan de bal toch beroeren dan de voorzet van links. Havenaar, kopbal, goal! Oh, het gaat mis! Het gaat mis! Daar is de aansluitingstreffer van Havenaar. 1-2. Oh, 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 oh. Ik voorspelde het al, hè. Als die bal er nog in gaat, wordt de slotfase bijzonder hectisch. Oh, Koeman kijkt gespannen toe. Wij kijken gespannen toe. Daar komt de hoekschop. Daar komt de bal. Havenaar van de lijn gehaald. De Klaasie en Mulder van de lijn gehaald. Maar de aanval gaat door van Vitesse. Nee, Klaasie trapt hem weg. Daar is Schaken. Veldhuizen heel ver buiten zijn goal. Veldhuizen dop met Schaken. En geeft de bal mee aan Atsu. Wat een spektakel zeg in Arnhem. Je maakt hetzelfde mee. Maar wat een wedstrijd is dit. Jongen. 4 minuten blessuretijd gaan we zelfs krijgen. 4 minuten blessuretijd met de lange bal. Naar het 16 meter gebied van Feyenoord. Wordt de bal gekopt. Hij valt goed voor wie? Daar komt Piazon. Daar is Leerdam. Leerdam van de lijn gehaald door Jan Maat. Het is niet Jan Maat. Het is Vormer. Vormer houdt hem van de lijn. Hoekschop Vitesse. Veldhuizen mee naar voren. Daar komt die bal weer voor. De bal wordt gekopt door Armenteros. Vink fluit nog af. Filena strijdt om de bal. Vitesse met Ibarra houdt de bal binnen. Daar komt een nieuwe voorzet. Veldhuizen! En Mulder redt hem! De bal wordt ingegeven en gaat over de achterlijn. Nieuwe hoekschop. Veldhuizen bijna met de gelijkmaker. Maar Muldertje! Wat ben je belangrijk! Wel weer een hoekschop voor Vitesse. Daar komt de bal voor. Waar blijft die bal? Waar is die bal? Het schot. Oh, op de paal!